En dan nu de evenementen voor komende week. Ecotuin De Riddertjes wordt op zaterdag 29 juni feestelijk geopend van 11 tot 2 uur. In de ecotuin worden groenten geteeld voor mensen die het minder hebben. Bij het winkelcentrum in Brandenvoort vindt op zaterdag 29 juni van 1 tot 5 uur de tweede editie van het Springkussenfestival plaats. Met 6 mega springkussens en live muziek. De toegang is gratis. Op het terrein bij de Lefgroep wordt op zaterdag 29 juni van 6 tot 10 uur een Fruity Pop Festival georganiseerd. Het festival is bedoeld voor de jeugd tussen 12 en 17 jaar. In de voorverkoop zijn de kaartjes €2,50 en bij de deurverkoop €5, inclusief een consumptie. Coverband Brandtastic organiseert het brand-event op zaterdag 29 juni vanaf 19:30 onder de Markthal in Brandenvoort. Afwisselend kunt u luisteren, meezingen en dansen op de muziek van Brandtastic en DJ Sam. De entree is gratis. Op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni vindt de 12e editie van het Gino van Bree Beachvolleybal Weekend plaats. De parkeerplaats bij het VK Sportcentrum wordt door volleybalvereniging RVC omgetoverd tot een heuse beachvolleybalarena. Op zaterdag 29 juni om 2 uur start Samenloop voor Hoop op Sportpark Van Hak. En eindigt op zondag 30 juni om 2 uur. Het is 24 uur als team wandelen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Bij de cacaofabriek vindt op zondag 30 juni van 12 tot 6 uur een Ibiza-markt on tour plaats. Met gezellige kraampjes, lekkere drankjes en hapjes en live muziek. De toegang is gratis.